is vandaag maandag 22 juli. Ik weet dus nog niet of dit een nieuwe video is. Anders leuk dat je kijkt. En ja, dat eigenlijk. Ik ben dus nu op vakantie samen met mijn vriend. En we zijn op Gran Canaria. En dit is alweer onze derde dag eigenlijk. We zijn weer om 7:30 wakker geworden. Mijn vriend is nog even een beetje filmpjes aan het kijken. En ik vond het echt te warm. Dus ik ben eventjes hier zo gaan zitten in de woonkamer. Want daar is het tenminste een klein beetje koel. Want wat je ook hoort, is deze. Maar doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan veel kijkplezier. Gisteren zijn we echt naar een superleuk strand geweest. En ik ben voor de eerste dag ook echt best wel bruin geworden. Mijn gezicht is ook wel een klein beetje verbrand helaas. Dat wist ik niet dat dat kon, want mijn gezicht blijft altijd wit. Maar is toch een beetje hier verbrand. En we zijn gisteren naar Café Del Mar geweest. En er waren allemaal optredens. En het was echt, echt heel erg leuk. Een aanrader. En ook heel lekker gegeten. We gaan zo meteen even shoppen, want daar hebben we zin in. De winkels zijn om 10 uur open, dus we zorgen dat we daar om 10 uur zijn. En dan ga ik nu eventjes een klein beetje ontbijten. Dus ik neem gewoon een klein beetje kwark met wat crunchy erin. Dus dat ga ik nu eventjes maken. Klaarmaken voor het shoppen en daarna voor het strand. Ik heb in ieder geval dit bikini topje aan. Ik vond deze wel heel erg leuk. En omdat we dus eerst even gaan shoppen, dacht ik doe er gewoon even een spijkerbroekje onder. En nou, ze hebben hier best wel veel winkelcentrums waar ook Zara is en Primark en dat soort dingen. Dus dat is wel heel erg leuk. Eerst even een spijkerbroekje aan. En dan dacht ik, dan doe ik daar overheen zo'n zwarte top. Zo'n gehaakte top. Ik dacht dat is wel leuk. Wel gewoon basic hoor. Maar ik dacht dan zie je ook niet te veel. En misschien is er ook wel in het winkelcentrum heel veel airco. Zo. En ik doe mijn haar even met van die klemmetjes vast. En ik moet vandaag mijn gezicht heel goed gaan insmeren. Want ik wil niet dat het nog meer verbrandt. Want eigenlijk smeer ik dus mijn gezicht de hele tijd in met factor 50. Dat ik altijd denk, mijn gezicht kan ik toch daarna wel insmeren met zelfbruiner. Zo. Dan doe ik het denk ik even zo. Dit knoop. Nee. Zo. Ik was niet aan het filmen. Ik nam op, maar ik was niet aan het filmen. Maar wij gaan in ieder geval nu naar het winkelcentrum toe. Het is ongeveer 35 minuten rijden. Dus wij gaan even naar het winkelcentrum en ik heb nog dit outfitje toch aangedaan. Hij is even de auto aan het controleren. Het is gelukkig wel heel voorzichtig. En? Deuk erin? Nee. Oh, gelukkig. Wij zijn aangekomen bij het shoppingcentrum. En wat voor winkels zagen we al? Zara volgens mij. Primark zag ik. Wat stond er nog meer? Ik heb niet gekeken. Ja, ik zag op de voorkant iets staan. Oké, we zijn in de Stradivarius. En ik zag dit leuke setje. En die ga ik gelijk even passen. Ik ben heel benieuwd. Ik voel me een beetje... Broek zei je goed. Broek is wel leuk, hè? Maar ik vind het een beetje too much, denk ik. Met zo'n topje erbij. Sowieso. Dan vind ik het leuker of de broek, snap je? Ja. De broek is helemaal goed. Ja, maar ik voel het niet helemaal. Hé? Maar? Ik voel het niet helemaal of zo. Oké, we zijn bij de Bershka. Dit is het eerste. Ik vind het wel leuk hoor. Ja. Ja. Maar je kan hem ook gewoon nog bijvoorbeeld in de winter of zo. Of met een zwart shirt eronder. Hè? Kan ook nog. Heb je daarover nagedacht?
maar ja, ik vind het juist de printer, de manier hoe het is, ja. Die er zomaar uitkomt. Ja, maar het kan ook wel op andere dingen hoor. Ik vind het wel heel mooi. Staat wel leuk hoor. Draai je eens om in de spiegel. Doe. Ik vind hem wel heel leuk. Toch? Vind je niet leuk? Ik vind het. Deze winkel. Kijk, kijk hoe groot dit winkelcentrum is. Zullen we kijken bij de Allee op? Het is heel grappig. Ze hebben er alleen maar onzin dingen hoor, maar... Oké, we zijn bij de Zara. En er is best wel veel sales. We hebben hier dus een Zara alleen van mannen. Dus we gaan eventjes dit passen. En deze. Die is heel mooi. Heel mooi is die. Kopen. Nou, in dit winkelcentrum waren we dus net. Ik heb niks gekocht. Ik ben zo trots op mezelf. Maar jij? Dat valt echt veel. En we gaan nu... Oh, kijk, daarboven is het. Ja. We gaan nu McDonald's eten. Kan echt niet. We gaan naar de rooftop McDonald's. Daarboven, kijk, de rooftop. Nou, dan moeten we wel. Ja. We zijn dus bij de McDonald's en ze hebben hier dus een buitenterras. Een rooftop McDonald's bar. En ze hadden ook al wat andere dingen op het menu staan. Hier heb je dus voor 10 euro een menu, maar dan krijg je er ook een dessert bij. Dus je had dan bijvoorbeeld KitKat, Lotus of Oreo. En ze hadden ook, wat was dat nou, dat ene broodje wat nieuw was? Een soort ribeye stond dat erin? Ja, ja. Was ribeye bread. Nee, geen ribeye. Het was gewoon ribeye. Of was het ribeye? Ik weet niet. Ja, een soort... Nee, in ieder geval allemaal andere dingen hier. Maar geen frietsaus. Dat is jammer. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Je krijgt dus zo'n mini McFlurry erbij. We hebben Oreo en Lotus. Heel lekker. Iets smakelijks, schat. Kijk je de burger? Je ziet er wel. Nou, wij zijn weer terug van het shoppen. En het strand daar was best wel een beetje... Ja, hoe moeten we het noemen? Dus we zijn nu lekker gewoon hier bij het zwembad gaan liggen. Bij ons huisje. En er is dus echt helemaal niemand. En daarachter zijn gewoon van die grote bedjes. Maar wij gaan nu gewoon lekker hier zo liggen. Heerlijk. Want ze hebben dus ook van die grote bedjes hier bij ons ding. Neem me nog even. We hebben even een colaatje en wat chippies. En we gaan even een spelletje doen. Ga jij eerst het water in? Okay. Ik heb namelijk... Voor mij of voor jezelf ook mee? Ik heb er voor allebei één. En chippies. Let's go! In regen. Je kan ook de 4 pakken en dan hopen dat je in de derde beurt nog regenwarme gooit. Ja, kijk. Ja. Snap je? Dat had je beter kunnen doen. Shit. Nu ben je dood. Dat was echt niet genoeg. Huh? Nou. 15 en 20, hoe doe je het niet genoeg? Ja. En nu? Dan moet je dus die steen op die andere steen leggen. Nee, andersom. Degene die als laatste. En nu is die 24 veilig. Die kan ik niet meer van je stelen nu. Dit is de tussenstand tot nu toe. Hoeveel? 2 regenwormen. Wie gaat er winnen? Dat was de vraag. Leg ze maar neer. 1. Oh nee. 2. Nee. Hoeveel? 6. 6. Oké. Ja, jij hebt gewonnen. 1. 3. Oh. Nee. 6. Oh nee, je hebt eentje van 3. 4. 7. 7.
ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Wat een geluk. Dat had ik niet verwacht. Leuk, hè? Dat is een kutspel. Nou, wij hebben ons weer klaargemaakt. Het was uiteindelijk 1-1 geworden met regenwormen. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb in ieder geval dit topje aan. En ik heb deze lange broek aan van de Zara. En het topje is van de Bershka. En daaronder heb ik mijn gouden slippertjes en deze oorbellen. In de avond kan je echt makkelijk een lange broek aan, want het koelt best wel een beetje af. Niet dat het super koud is hoor, maar het koelt wel af. Zullen we vanavond wel alle lichten uitdoen? Vorige keer hadden we alle lichten aan laten staan. En dan gaan we naar beneden. Nou, die kan wel overblijven anders, ja. Zullen we gaan? Ja. En jouw outfit, kan je dat nu goed zien? Doe buiten wel even. Zie, fitcheck matje. We beginnen onderaan. Waar zijn de patas van? Ik loef het. Zie matje. Serrano. Waar is die pata van? Waar is die brakka van? Ik loef het. Waar is die jacka van? Nou, wij zitten bij... Hoe heet het nou? Grand Canary. Wat betekent het überhaupt? Ik ben er niet, ik ben er nog vergeten. Oh. Canary. Oh, oké. Okay. Canary Lounge. Oh ja. Oh ja, Lounge, ja. Canary. Dat is wat Canary is, hè? Ja. Zo van, zijn die groene papagaaitjes die... Oh, een canary. Canary. Oh ja. Canary. Nou, we zijn... hij zei, willen jullie een mooie tafel bij het raam? Dus wij waren natuurlijk verkocht. Maar we zagen alleen de zee op afstand. En nu zagen we het uitzicht. Ja, dit uitzicht is natuurlijk heel leuk, maar kijk. Het is geen greenscreen. Dit is het echt. Beetje Noordwijk dupe. Nee, Noordwijk, nee, oké. Okay. Noordwijk is echt mooier dan dit. Het lijkt ook heel slecht weer. Ja, de ramen zijn gewoon niet vies. Ja, de ramen zijn heel vies. Nou ja, in ieder geval... Paella en ik heb entrecote. Lekker. Gegrilde groenten. Eet smakelijk, lieverd. Eet smakelijk. De groenten zien heel leuk uit. Ja, echt lekker. Vind je het scrubsies of echt? Zakas, het ruikt echt lelijk eruit zien. Ja, maar boeit me niet. Ik heb een presentatie. Heel lekker. Heel lekker. Dit was alweer de derde Gran Canaria vlog. Als je het leuk vond, reageer dan even een zonnetje. Dan weet ik ook dat je tot hier hebt gekeken. Hopelijk vinden jullie het leuk dat ik elke dag een video plaats. Morgen dus weer om 4 uur een nieuwe video. Maar vergeet ook zeker niet om de andere Gran Canaria vlogs te kijken. En dan hoop ik je heel snel weer te zien. Dankjewel. Doei doeg.